Stel je voor. Nadat in de beeld voor de zoveelste keer een recordtemperatuur is gemeten, besluit je het roer helemaal om te gooien. Die oude grijze auto verruil je diezelfde morgen nog voor zo'n hippe elektrische bak. Lekker bezig. Ofwel, voor de productie van zulke auto's blijken zeldzame grondstoffen nodig te zijn die onder erbarmelijke omstandigheden worden gewonnen. Tja, wat nu? Wat zeg je geweten? En zijn er eigenlijk alternatieven? Mijn naam is Robert Visser. En ik ben Noer Aline En je luistert naar Oplossing Gezocht, de wetenschapspodcast van Nemo Kennislink. In deze podcast toetsen we de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen aan de alsmaar veranderende wereld om ons heen. Deze week zitten we aan tafel met Enit Flooswijk, onze techjournalist. Enit, we zitten hier comfortabel in de studio van Nemo in Amsterdam. Hoe ben je hier precies gekomen? Met de auto, de trein of met de fiets? Ik ben hier met de fiets gekomen en niet de elektrische fiets, dus dat scheelt weer. Kijk, heel goed. <laughs> Nissan, Tesla, Audi, BMW, allemaal bouwen ze volle bak aan elektrische auto's. Is right. For electric to go Audi. Our future at Volkswagen lies with electric mobility. The future of Volvo is electric. We staan als samenleving voor een grote uitdaging, de energietransitie. Kobalt is op dit moment een belangrijke bouwstof voor duurzame innovaties, maar de delving van dit materiaal komt tegen een hoge prijs. Mijn scheikundige kennis is eigenlijk alweer een beetje weggezakt, Enid. Wat, wat is kobalt? En misschien nog belangrijker, waarom wil ik dat weten? Ja, kobalt is een metaal en dat wil je weten omdat kobalt uh, zit in onze uh, accu's van bijvoorbeeld elektrische auto's en uh, elektrische fietsen, maar ook ons mobieltje, allerlei elektronica, waar uh, lithiumbatterijen in zitten. En de kobalt zorgt ervoor dat die batterijen een uh, lekker hoog vermogen hebben, lang meegaan en ook stabiel zijn. Dus uh, als je het uh, heel vaak weer uh, laat leeglopen en, en, en heroplaat, die batterij. Uh, dat hij het daarna nog steeds doet en niet bijvoorbeeld spontaan ontploft. Ja, en nu komt hij niet zomaar in ons mobieltje terecht. Daarvoor moeten we kobalt winnen, daar hebben we het vandaag over. Hoe ziet dat er dan ongeveer uit, de, de kobaltwinning? Nou, dat kan op verschillende manieren. Uh, het gebeurt ook in verschillende landen. Het gebeurt bijvoorbeeld in Australië, in Canada, maar het meeste kobalt komt uit de Democratische Republiek uh, Congo. En daar heb je hele grote industriële mijnen waar uh, allerlei apparatuur, uh, grote machines daarvoor worden gebruikt. Maar uh, het gebeurt ook um, door um, mensen, gezinnen die handmaken. Uh, uh, het kobalt winnen en dat gebeurt uh, altijd als bijproduct uh, bij een kopermijn. Uh, dus je hebt kopermijnen waar koper wordt gewonnen en uh, daar kun je dan ook uh, het, het is een soort blauw metaal uh, dat kun je daar dan ook uit pikken. Uh, ja, en... dat klinkt ideaal eigenlijk als je het zo zegt. Dus er zijn grote mijnen die bestaan al gewoon in de wereld als nou, bijproduct. Ja, ja. Dat uh, goed. Uh, mm Helaas euh, Toch niet. is het niet helemaal goed, omdat um, er, het is heel uh, vuil werk. Het is ook geen uh, toeval uh, dat dat typisch uh, in, in, in de uh, Democratische Republiek Congo uh, gebeurt. Dit. Uh, ik geloof dat iets van 70 60, 70 van alle kobalt komt daar vandaan. Uh, omdat het uh, heel uh, vervuilend uh, is en... Uh, Um... De omstandigheden zijn in die industriële mijlen al niet je van het. Maar bij uh, uh, die uh, ja, handmatige manier van uh, kobalt winnen. Uh, wat toch een, een behoorlijk deel is van de kobalt uh, die in onze telefoontjes terechtkomt. Uh, ja, daar gebeuren heel erg veel ongelukken. Er wordt kinderarbeid, uh, de kinderen die, die werken daaraan mee. Uh, ze kruipen vaak, uh, mij in, die slecht zijn gestut, uh, die mm. regelmatig instorten en uh, ja, daar, daar, het is echt een vrij gruwelijke bedoeling. Juist. Eigenlijk allemaal dingen waar je dus niet aan denkt als je uh, je mobiele telefoon bijvoorbeeld gebruikt, toch? Nee, het, nee, precies. En het, zijn, het, zijn, uh, het zit vooral in spullen, uh, je noemde het net al even, dingen waar wij Eigenlijk allemaal uh, niet bij stilstaan. Of tenminste, ik heb hier nog nooit over nagedacht. Hè. We gebruiken de smartphone uh, heel veel. Er worden heel veel elektrische fietsen gekocht. Ook heel veel uh, auto, elektrische auto's worden er nu verkocht. Um, is het iets waar jij anders over na bent gaan denken... Nu je, uh, nu je bijvoorbeeld je telefoon pakt en nu je dit artikel hebt geschreven? Ja, heel erg. Ja, mijn telefoon is echt een uh, pruttelefoon. Is al jaren oud. Heb ik ooit van mijn zus overgenomen. En nu ik dit weet, durf ik eigenlijk geen nieuwe meer te kopen. Uh, omdat ik heel graag... Uh, ik, ik zou heel graag een, 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 ja, sparen voor een Fairphone. Ja, hopend dat dat iets bijdraagt aan uh, ja, de, 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 m, het welzijn van mensen uh, die dat kobalt uh, winnen. Je telefoon ligt hier ook op tafel met echt een heel afgeleefd hoesje ook. <laughs> Ja, het is echt mader, <laughs> Volgens mij nog een, een oude Motorola ook. Dus dat, ja, uh, ja, ja, klopt. De, 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 klopt. Als, 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 hij, als hij ophoudt uh, omdat de batterij leeg is, dan duurt het echt een half uur om weer op te starten. Het, uh, ja. Ja. Maar ja, het is typisch zo'n ding waar we eigenlijk allemaal niet zonder kunnen, toch? Tenminste, als jij dit zo hoort, Noor, dan uh, denk ik dat het ook voor jou geldt, toch? Absoluut, ja, ja nee, zeker. Ik ben toch wel blij uh, met een soort mini-computer uh, in mijn broekzak. Ja. Uh, zou haast niet zonder kunnen, denk ik nee nee hoe, gaat het, niet. hoe zit dat voor jou ja voor mij geldt hetzelfde en ik denk ook de apparatuur die we nu gebruiken om deze podcast op te nemen dat uh, ja, ja. Zit, zit, zit het vast al wel weer in overal overal waar lithium uh, batterijen in zitten en ik heb voor mijn artikel gesproken met Siddharth uh, Kara en dat is een Amerikaanse onderzoeker uh, die al twintig jaar onderzoek doet naar allerlei uh, soorten slaven moderne slavenarbeid en die zei ook van ja uh, dit is. Uh, het onderzoek wat hij hiervoor heeft gedaan, was voor hem het meest schokkend, omdat hij zei: ja, wij gebruiken onze mobieltjes, onze apparatuur. 24 uur uh, per dag en we kunnen niet zonder. En juist de mensen die uh, ja, hier onder lijden uh, om dit uh, materiaal te winnen, die hebben vaak nog niet eens, uh, die, hebben dat, die kunnen er zeker geen hebben, een mobieltje, en soms zelfs mm -hmm. nog niet eens uh, gezien. Dus het, dat, is, dat contrast is uh, groter dan ooit. Dat is wel ja. heel wrang, ja. Schrijnend, ja. En, en dat, dat geldt dus voor de spullen die we nu al gebruiken. Hè? Daar kunnen we eigenlijk al haast niet zonder. Tegelijk zegt Robert Rech, ja, we staan voor een enorme opgave, die energietransitie. Ja. En daar speelt kobalt co dan ook weer een belangrijke rol, begreep ik. Uh, ja, want in uh, uh, een, een uh, elektrische auto uh, zit kobalt. Er zitten hele grote batterijen, grote accu's uh, in. En um, niet in auto's. Alle accu's zit kobalt, maar de meeste die wij hier, waar wij hierin rijden wel. En uh, dat ja, is zo'n kilo of 10 tot 15 uh, aan kobalt wat er op dit moment in zit. Ja. Per, uh, per batterij dan, per accu. Ja. Oké. Okay. Dus ja. Dat, is, uh, ja, dat klinkt best veel, vind ja, ik. Ja, nou absoluut. Ja. Als je al die elektrische auto's bij elkaar optelt. En we gaan natuurlijk naar een moment toe waarop alleen nog maar elektrische auto's verkocht mogen worden. Ja. Ja. Dus dan uh, speelt dit, ja, dit is echt een probleem wat nu heel erg uh, speelt. Ja, ja zeker. zeker. Ja. En waar we dus niet gemakkelijk zonder kunnen. Dat realiseren trouwens ook onze luisteraars. We hebben ze ook een stelling wederom voorgelegd, um, uh, ja, welk product zij dan wellicht niet zonder zouden kunnen. Um, we hebben onder andere gevraagd naar nou ja, je elektrische auto bijvoorbeeld, maar ook dus je mobiel, je elektrische tandenborstel. Uh, wat, wat denken jullie, waar kunnen zij nou echt niet zonder? Natuurlijk. Ja, dat denk ik ook in de tandenborstel, of die course, kunnen we wel missen hè? toch? Ja. Nou, toch nog een paar mensen die daarvoor hebben gestemd. Oh, maar echt? let op, niemand dus die voor de elektrische auto heeft gestemd. Ja. Dat is toch wel opvallend. Omdat mensen die nog niet hebben. Ja, en ja. zeker uh, jonge mensen die. die ja, het is nog best een luxe product, die elektrische auto. Maar ja, de Nederlandse overheid bijvoorbeeld, het, het schijnt dat in 2019 uh, waren er blijkbaar iets van 170.000 elektrische auto's op onze weg. En dat moet in 2030, als ik het goed heb, al uh, uh, 2 miljoen zijn. Um, even kijken hoor of dat uh, dat aantal ook ja, eigenlijk 2030 verder op. zou dat uh, 2 miljoen uh, moeten zijn. Um, dat, dat is nogal wat en in heel Europa natuurlijk, hè. Uh, Dan hebben We hebben het al echt over gigantische aantallen. Ja, ja, ja. ja, Waar dus ja. allemaal kobalt voor nodig is. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Of je nu op je mobieltje zit of meekijkt via YouTube op je laptop, we kunnen niet zomaar afscheid nemen van onze geliefde elektronica. Belangrijker nog, we kunnen de energietransitie niet zomaar staken, en dus lijkt er nog maar één uitweg: stoppen met kobalt. In hoeverre kunnen we kobalt volledig vervangen door andere materialen? Ja, hoe is dat mogelijk? Um, nou, dat is dat is. Uh... Ja, dat is gewoon mogelijk. Uh, alleen hè, er, zijn, er zijn andere metalen die je, die je kunt gebruiken, of andere mengsels van uh, metalen. Want de Tesla de, S is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van, toch? Ja, die, uh, die, dat is een uh, lithium ijzerfosfaat, een LFP-accu. Uh, Um, en je kunt ook uh, natriumoxide, lithium, ijzer, mangaan, fosfaat er zijn allerlei combinaties uh, uh, die je kunt uh, maken om die lithiumbatterij een goed vermogen en uh, een uh, lange levensduur te geven. Alleen het is uh, ja, het, het, is, het, is, het is echt een zoektocht van wetenschappers op dit moment um, om die juiste verhoudingen te vinden. En als je dan hè, wil je, dan heb je bijvoorbeeld een materiaal dat net zoveel vermogen geeft, maar dat is dan weer. Uh, dat, dat gaat dan weer niet zo lang mee. Of dat is niet, niet, niet zo stabiel. Of ah, dus dat komt weer terug op wat je in het begin noemde. Hè? Ja. Dus het is duurzamer, veiliger, uh, het werkt ja, efficiënt uh, uh, of het ja, werkt beter. Precies. Kobalt en... heeft, heeft precies al die fijne eigenschappen. En om dat met andere materialen uh, ook zo te krijgen. Ja, da daar zijn ze eigenlijk nog naar uh, mm. op zoek. Dat is nog een deels toekomstmuziek, dus. Er zijn... Ja, nou ja, deels. Het, het gebeurt dus wel. Uh, kijk, een van de wetenschappers met wie ik heb. Gepraat. Uh, René Klein was dat, die zei: van ja, uh, misschien uh, moeten we ook eens nadenken bij de eisen die wij allemaal stellen. He, het on onze, uh, we willen heel graag dat onze elektrische auto net zo'n groot bereik heeft. Als de, de, de benzineauto. Uh, ja, dat, dat, daar is dat, dat uh, kobalt dus inderdaad uh, goed voor. Maar stel je net iets andere eisen. Als je er bijvoorbeeld van uitgaat dat er veel vaker een oplaadpaal Staat dan opnieuw ja. nu het, het geval is, ja, dan, dan hoeft dat bereik ook niet uh, weet ik het uh, 600 kilometer te zijn. Of wat dat dan nu ook is, dat weet ik niet. Maar. Ja, Dus ik hoor je zeggen, al, alternatieve materialen, misschien gewoon meer oplaadpunten, ook heel terecht. Ja. Toch die kobalt klinkt en, nog steeds ja. wel het meest aantrekkelijk, hè, met alle voordelen die je net heb genoemd. Kunnen we dan misschien ook met een beetje minder kobalt af? Is dat nog Ja. oplossing? Op ja, um, ja. Sinds 1995, uh, 95, toen eigenlijk die uh, uh, lithiumbatterij uh, in, 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 uh, in gebruik kwam, uh, is er al uh, ja, zijn er allerlei innovaties gedaan. En we, daar zit nu al 80% minder kobalt in dan in de tijd. Oh. Dus dat is, zou je kunnen zeggen, heel hoopgevend. Ja. Uh, de of ja, de kanttekening die ik daar heel graag bij wil plaatsen is dat uh, je heel vaak ziet dat als materialen goedkoper worden, uh, dat ze ook meer gebruikt kan worden. Want dan wordt het voor fabrikanten natuurlijk aantrekkelijker um, ja, om ze, om ze in, in batterijen te stoppen. En als ik rondkijk, zeker hier in Amsterdam. Uh, Naar nou, wat we allemaal op straat zien, dan is dat zijn dat allang geen elektrische auto's meer, maar ook elektrische fietsen, elektrische steps. Dat is en, waar. Ja. Uh, dus, dus wat dat betreft uh, ja, ben ik daar wel een beetje sceptisch over. Hm. Ja. Is er nog een iets recycling waar we wat aan kunnen doen? Dat ja. we kunnen hergebruiken? Ja, ja dat is uh, zeker. Um, en zeker als het gaat om uh, de accu's van elektrische auto's, dan. Um, er ja, is in ieder geval uh, plannen van de Europese Unie om uh, dat recyclen een belangrijke uh, rol te gaan uh, geven. Uh, dat gebeurt nu nog veel te weinig. Maar juist omdat die accu's zo groot zijn. en er werkelijk ja, aan, voor duizenden aan allerlei uh, waardevolle spullen in die accu's zitten. wordt het ook op een gegeven moment heel lucratief voor het bedrijfsleven om daarin te investeren. Um, maar ja, dat is nu nog niet het, uh, het geval. En uh, ja, ik heb daar experts over gehoord. En uh, ja, dat gaat een belangrijke rol spelen, maar daar kunnen we het niet mee halen. Hè. Eerst ja. moeten er ja, vooral heel erg veel uh, ja moeten er heel veel auto's bijkomen. Dus ja, ja. Nou, ingewikkeld probleem dus. En eigenlijk alle kleine beetjes helpen zou je, zou je kunnen zeggen naar aanleiding ja. van je verhaal net. Maar het zijn wel allemaal nog net. Iets te veel beetjes, denk ik, toch? Ja, nou um, klopt. Aan de andere kant um, heb ik toch wel uh, hoop. Um, juist omdat we deze uh, die, die, die groene transitie, die wordt nou mondiaal gemaakt en uh, Europa uh, ja, staat er heel erg slecht voor als het gaat om onze onafhankelijkheid van allerlei zeldzame metalen um, die veelal uit China komen. Nou, dat, als, dat klinkt heel deprimerend misschien, maar het voordeel daarvan is dat de druk natuurlijk heel erg groot wordt om naar alternatieven te zoeken. Dus ja, daar. Dus we kunnen, als we een omdenken doen, zouden we kunnen zeggen van, ...hé, <laughs> hey, de, de, de druk wordt groter, dus we gaan waarschijnlijk als Europeanen... op zoek naar die alternatieven en mogelijk ook wel vinden. Ja, dat, denk ik dan. dat hoop ik. Dat klinkt als een. Mooie. Maar daar hebben ze in uh, die mensen in de Democratische Republiek Congo niet heel veel aan. Dat is dat, waar. Dat, ja, ja, ja. Dat, dat vind ik dan ook wel weer nou, ja, dat... uh, zo een, een beetje triest. Dat wij kunnen dan tegen onszelf zeggen op een gegeven moment van, nou, we hebben. Weinig of geen kobalt meer nodig. Um, maar ja, het, het koper wordt daar nog steeds gewonnen. En ondertussen ja. is, is dat de hele grote landbouwarealen, die, die zijn gewoon uh, ja, verprutst door, ja. door de vervuiling. Misschien nog wel goed om even te kijken ook naar de mensen in Congo. Van hoe zouden we de omstandigheden voor hen kunnen verbeteren? Dus we zouden kunnen zeggen: van we gebruiken dat kobalt niet meer. Maar ja, net wat je al zegt, we zijn niet alleen als Nederland en ook niet ja. als Europa. Dan kan het zijn dat het nog steeds gewonnen wordt. Maar is er, ja. is er iets wat we. Uh, ja, hoe, hoe hun omstandigheden verbeterd zouden kunnen worden? Uh, ja, zeker. Uh, door uh, van de. Um uh, de fabrikanten, de zeg maar de Googles en de Apples en de Samsungs van deze wereld, uh, te eisen als overheden um, dat uh, het materiaal op een ethische manier uh, gewonnen wordt en dat daar ook heel erg streng op wordt toegekeken, want uh, ja, al deze um, uh, Bedrijven die zeggen dat ze daar oog voor hebben, dat ze dat heel erg belangrijk vinden. Um, maar als je dat kara, uh, die zei van ja, ze zijn helemaal niet uh, ter plaatse. En er wordt in, in de praktijk helemaal niet op uh, toegezien. En uiteindelijk uh, komt alle kobalt uh, in dezelfde verwerkingscentra terecht in uh, de Congo. Mm. En. Um, ja. wordt eigenlijk allemaal gewoon op één hoop gegooid, dus ja, je kan precies. dan ook niet meer nagaan of kobalt nee. uit jouw te telefoontje zeg maar of dat dan wel uh, van een goede mijn was. Of, uh, ja, precies. Hij, ja. hij beschrijft die altijd ook aan in je artikel dat, je, dat hij op een gegeven moment beschrijft dat er dan een plek is waar wel op een goede manier kobalt wordt gewonnen of zou zijn, of ze daar waar dat gecheckt zou ja. moeten worden, maar dat het echt een, een spookdorp is, toch? Ja. Ik vond dat zelf wel een heftig verhaal, dat je denkt ja. van hé, hey, op deze plek moet het dan ja. goed gebeuren? Omdat er dan eindelijk toezicht is, inderdaad. Precies, precies. Um, Moesompo, het handelscentrum Moesompo, dat werd door de Congolese overheid opgezet met als doel om op een transparante manier kleinschalig en ethisch gedolven uh, kobalt te verhandelen. Nou klinkt goed. Um, ja, dan, dat dan klinkt het heel al goed. Uh, alleen uh, ja, dat. dat dat werkte helemaal niet. Je moet je voorstellen: kobalt uh, uh, is een metaal, is zwaar. En uh, in, in, dat wordt uh, in, in zakken van uh, 60 tot 80 kilo. Uh, daar wordt het allemaal ingedaan. En die mensen die dat, uh, ja, die dat mijnen, die, die dat delven, um, zijn heel arm en die hebben nog niet eens een, een, een scooter of een auto om met die zakken te gaan leuren. Dus die, die uh, worden dan door uh, tussenpersonen op scooters opgehaald en naar uh, ja, allerlei uh, ja, een opslagplaatsen uh, gebracht. Um, Waardoor en die veel meer macht hebben dan die mensen. De, degene die ja. je delven, die hebben niet de macht om hm. uh, ja, in de gaten te houden wat er vervolgens gebeurt met dat uh, spul. En als je geen sterke overheid hebt, zoals in de Congo. Um, ja, die, die dat in de gaten houdt, dan, uh, ja, dan, uh, dan, dan blijkt dat uiteindelijk uh, een neus. En dat, dat bleek ook uh, het geval mm -hmm. te zijn. Ja. Dus dat huidige toezichtssysteem, dat werkt eigenlijk niet zo goed als ik je zo hoor. Nee. Uh, stel, ze niemand te luisteren, die heeft pen klaar. Wat, wat, zijn dan die, wat voor soort toezichtssystemen zouden dan wel bijvoorbeeld kunnen werken? Op welke manier zou dan wel ethisch kobalt gedolven kunnen worden? Hm. Ja, um, nou in ieder geval uh, zouden de, de... De vraag komt uit... Uh, nou ja, uit, uit het westen uh, voornamelijk hè, de, mm -hmm. de hele grote tech giganten, uh, die hebben het spul nodig en um, ja, zij zouden uh, hun eigen uh, inspectiedienst denk ik moeten hebben um, om in de gaten te houden dat wat zij claimen dat dat ook werkelijk uh, gebeurt. Ja. Um, ja, in in Europa uh, is er wel een, nou ja, misschien ook wel hoopvol. Um, het critical raw critical raw material act. Um, dat is een. Uh, ja, een, een plan van de Europese Unie om uh, ons onafhankelijker te krijgen uh, ja, van allerlei uh, andere landen, met name uh, China. Voor, onze, voor allerlei zeldzame uh, aardmetalen die we gebruiken. En um, in die plannen uh, is ook het uh, verwerkt dat, dat die um, ja, dat die materialen op een ethische manier gedolven moeten worden. En uh, dat de raffinage in Europa zou moeten gebeuren. En die raffinage, die gebeurt nu nog voor 90% in China. Nou, als je dat naar Europa haalt, dan kun je als Europese overheid kun je eisen gaan stellen. En, en, en kun je zeggen: oké, okay, uh, tenminste dit percentage daarvan uh, moet je. Uh, zeker weten dat het op een ethische manier gedolven wordt. Op dit moment is het allemaal nog in handen van, uh, ja, de good. Het, is, het hangt heel erg ja. af van de goodwill van de tech-giganten. en dat is gewoon mm -hmm. niet genoeg, want die gaan, uh, ja, die gaan gewoon voor de winst. Ja, ja, dus die gaan toch weer voor die. Uh, uh, komt uh, voor niet die voor niks uit de, de Congo, hè? Ja. Die die mensen die verdienen helemaal geen ruk. Ja, ja. dat daar, daarom zijn onze mobieltjes uh, en onze uh, uh, alle apparatuur uh, zo betaalbaar. Ja, ja. Dus is het einde van kobalt waarschijnlijk nog niet in zicht. Dat brengt ons bij een radicalere oplossing. Zou je je oude grijze bak ook kunnen inruilen voor. niks? Zou jij zonder een eigen auto onderweg kunnen? Volg Nemo Kennislink en discussieer mee via Twitter en Instagram. Als we kijken naar. Uh, um, de toekomst. Um, wat, wat voor toekomstig onderzoek uh, ja, zeg jij van dat vind ik nou echt veelbelovend, uh, waarbij we zonder kobalt zouden kunnen? Je hebt er al een beetje wat over gezegd, maar als we dan wat verder in de toekomst kijken, misschien over 10, 20 jaar, wat is dan het meest, uh, uh, ja, meest veelbelovende onderzoek uh, naar die batterij zonder kobalt? Dat is een moeilijke vraag. Is die te moeilijk? <laughs> Jee, daar, daar durf ik geen antwoord op te geven. Nee, het meest veelbelovende onderzoek. Uh, en ik denk eerlijk gezegd ook. Um, uh, ja, dat, dat zelfs de, de, de expert die ik hierover heb gesproken. Uh, dat uh, was uh, een Marnix Wagenmakers van de TU Delft. En die heeft ja, nou juist duidelijk gemaakt dat het zo'n. Zoek toch, t is je, je, je ze proberen het een beetje in die richting en een beetje in die richting uh, hè? misschien met natriumoxide, uh, misschien met een beetje meer mangaan, um, maar op dit op, ja, op dit moment. Uh, maar misschien is de vraag dan uh, uh, in die zin goed dat het ons inzicht geeft. Dus er is niet één oplossing. Maar we zouden eh, of we zien nu nog niet één oplossing. Maar we zouden eigenlijk op meerdere paarden moeten wedden. of meerdere, ja. uh, meerdere alternatieven moeten ontwikkelen. Ja, hm. ja. ja en daar vooral uh, ja, uh, goed op. Uh, in investeren, uh, denk ik dan. En uh, wat ik ook wel uh, belangrijk zou vinden... is inderdaad uh, te kijken naar die vraag... Uh, willen we allemaal wel uh, een elektrische auto? Moeten we misschien ook niet kijken naar mm. uh, uh, een deeleconomie? Hè? En, uh, uh, want... Uh, uit een onderzoek van de Universiteit Leiden bleek dat in uh, ja, als, als, als er uh, inderdaad 2 miljoen auto's op de weg komen hier in Nederland. Uh, in 2030, dan hebben we daar 0,4% van de wereldwijde uh, 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 hoe noem je dat? Uh, schaarse metalen uh, voor nodig. Nou, okay. Nederland maakt geen 0,4% van de wereldbevolking uit. <laughs> ja. Uh, dus ja, dat zet je ook aan het denken. Misschien uh, kunnen we uiteindelijk niet, uh, in ieder geval. Ja, met de technologie die we nu hebben, misschien verandert er nog van alles. Maar uh, misschien moeten we ook nadenken over minder uh, of anders gebruiken van, van voertuigen. En niet ja. iedereen zijn eigen auto meer. Dat vind ik een heel terecht punt. Dus dat we inderdaad bij onszelf zelf te raden gaan, want onze eisen... Um, gaan herzien, maar misschien ook inderdaad naar de deeleconomie kijken voor mogelijke oplossingen. De laadpalen had je al genoemd. Eigenlijk hebben we stiekem, denk ik, al best wel veel oplossingen langs horen komen, bijvoorbeeld met betrekking tot alternatieven voor kobalt, recyclen van kobalt. Ja. Ik hoorde je geloof ik net het meest, uh, de eerste oplossing die we spraken, zei je ja, dat is allemaal wel leuk en aardig, maar de mensen in Congo hebben daar het minst aan. En ik geloof dat het toezichtssysteem, um, dat die misschien het meest allesomvattend is, of heb je daar een andere visie op? Oh ja, nou ja, dat een, een goed toezichtssysteem, uh, dat zou wel inderdaad wel heel erg mooi zijn, uh, omdat je dan inderdaad ook de... De, de mensen daar er iets aan hebben, uh, betaal ze niet meer twee euro per dag. Uh, maar denk aan een tientje bijvoorbeeld, zou wel heel mooi zijn. Um, helaas, uh, ja, hebben we dat niet allemaal uh, in de hand, uh, want ja, uh, ja het is niet, uh, het, het, zijn, het is geen Europees land uh, waar we dat uh, delven. Um, ja. Ja, dat moeten we nog even afwachten dan. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Enid. Als we het hebben over uh, de toekomst, kunnen we ook heel ver in de toekomst kijken. Misschien wel over 50 jaar, als deze podcast er nog steeds is en wij een uh, feestje geven om um, het 50 jaar bestaan van deze podcast te vieren. Hoe kom jij dan aan op dat feest? Ah. Een roeibootje? <laughs> Oeh, is iets te pijnlijk. Ja, maar misschien wel het meest realistisch. Precies, ja. Een deelroeibootje dan. Ja, een <laughs> deelroeibootje, ja. 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 Tot zover deze aflevering van Oplossing Gezocht. Over onethisch gewonnen kobalt. Over twee weken zijn we weer bij je terug. Met een ander onderwerp, een ander probleem. Andere oplossing, maar wel dezelfde host. Met mij dus, Robert Visser. En met mij, Noer Aldine Mara. Met dank aan Elvira Elzinga en Dimitri van Tel. Wil je meer weten over onze wetenschapsjournalistiek? Volg ons dan op Instagram en bekijk onze site nemokennislink.nl. Tot de volgende keer.